Dokter, hoeveel is 2 plus 2? 2 plus 2 is 22. Als men er de plus tussenuit haalt. Ik had het eigenlijk over het einde van 1984. Kent jij dat boek? 1984. Wacht, ik zal even in mijn zak tasten. 1984 van George Orwell. Wel, het werd in 1948 geschreven en de titel is een inversie. 48-84. Had het in 69 geschreven geweest, dan was het 96. Maar had het in 96 geschreven, dan was het 69. Dit terzijde. Dat is geen science fiction roman. Dat boek is eigenlijk een dystopie. Ik zal u even in het kort het verhaallijke schetsen. Dat is een socialistische maatschappij waar er een man, Wilson Smith... Winston Smith, ja. Die zit bij het ministerie van waarheid. Zijn werk bestaat daarin met een schaar, met een potlood, met Tippex, het verleden aan te passen aan het heden. Door kranten aan te passen bijvoorbeeld. Iedere dag is hij bezig met gazetten uit te pluizen, daar artikels uit te snijden. Dus hij past het verleden aan het heden. En dan gaan die kranten terug in het archief. Hij doet eigenlijk een werk dat geen enkele betekenis heeft. Omdat Big Brother dat wil. En Big Brother, dat is een onbestaande figuur, maar die overal aanwezig is. Onder de vorm van een televisiescherm dat als camera werkt. In iedere kamer staat er een televisiescherm dat u ziet. Big Brother watching you. Er zijn natuurlijk plaatsen, gelijk het wc, waar je kunt verstoppen, waar Big Brother u niet ziet. En waar je uw ding kunt doen. Wilt jij daar onaneren? Onaneert jij? Wilt jij daar een pakje frieten eten? Eet jij pakje frieten, maar in het gewone leven ziet Big Brother u. George Orwell beschrijft een socialistische maatschappij die zo geregeld is in kasten. Je hebt de top, die zie je nooit. En dan heb je de subtop, dat zijn de regenten, de politici. En dan heb je de middenklasse en dan heb je het werkvolk. Dat is geen science fiction, dat is altijd zo geweest. Sinds de industriële revolutie. Het is eigenlijk een plutverhaalje van Dean Wilson Smith, Winston Smith. Ja. Echt aan Winston Churchill, dat in Winston verliefd wordt op een meisje. En het is eigenlijk dat meisje dat tot zijn val leidt. Meisje heet Julia. Ja, hij was geen Romeo, maar ze was Julia. En dan gaat hem te raden bij een van de regenten. En dat wordt zijn val, waar dat hij vroeger Big Brother haatte, is hij Big Brother graag gaan zien. Zo eindigt het boek. Hij vindt Big Brother fantastisch. Hij vindt het establishment fantastisch. Hij is totaal in het systeem getreden. En dat boek aan zich, dat is Duits, hè? Dat wil zeggen op zich, maar ik gebruik Duits om te laten zien dat ik toch een beetje background heb. Background, dat is Engels. Hè? Het interessante is de appendix. In de appendix van dat boek, dat zijn een tiental bladzijden, beschrijft George Orwell de nieuwspraak. Hij beschrijft hoe de regenten de taal manipuleren om hun eigen gedacht te promoveren. Bij ons gebeurt dat ook. Bijvoorbeeld het woord gay, dat nu door de LBTGQX+ gebruikt wordt om te zeggen... Wij zijn er. Wij zijn gay. Gay betekent eigenlijk plezant. Maar nee, zij hebben de naam gay gebruikt om te tonen dat hun afwijking plezant is. Zoals K3 de regenboog misbruikt. Dat een natuurlijk verschijnsel is. Dat nooit had mogen geappropriëerd worden door de homoscène. Maar het is nu gebeurd. En het is dat George Orwell beschrijft. Dat men woorden verandert om begrippen te veranderen. Zo zegt hij, ik lees even, oorlog is vrede. Oorlog is geen vrede, maar in de nieuwspraak is oorlog vrede. Vrijheid is slavernij. Vrijheid is geen slavernij, maar in de nieuwspraak is vrijheid slavernij. En onwetendheid is kracht. Nee, als je niks weet, zet er niks waard. Ik zou iedereen aanraden om het te lezen, vooral de appendix. Je hoeft het hele boek niet te lezen, want lezen is een moeilijke zaak voor mensen die gewoon zijn alleen nog maar te kijken naar bewegende beelden en te luisteren naar de ideologie die hen ingeramd wordt. Maar dat ze even dat appendix lezen en goed begrijpen wat nieuwspraak eigenlijk is en hoe de taal het denken manipuleert. Dat is eigenlijk wat George Orwell met zijn boek 1984
80 wil zeggen. Maar het is geen science fiction. Het is wel science fiction. Of toenertijd was het science fiction. Nee, zelf niet. Televisieschermen bestonden nog ja, niet. Jawel, jawel. Toch geen televisieschermen die terugkijken. Nee, nee. Maar het is geen science fiction, want er is geen enkele innovatie in. Het is niet gelijk Jules Verne, die onderzeeërs uitdacht, die toen nog niet bestonden, die raketten naar de maan uitdacht. Nee, George Orwell heeft niks uitgevonden. Televisie, dat bestond. Ik denk dat de eerste beeldbuizen in 1912 uitgevonden zijn. Duitsland en Engeland, die hadden al televisieprogramma's in 1938. Dus er is geen enkel innovatieve wetenschap in het boek. Het sociaal systeem dat hij beschrijft in 1984, dat bestond ook bij de nazi's, bij de communisten. Tyrannie heeft altijd bestaan, dat heeft George Orwell ook niet uitgevonden. En dat het verleden aan het heden aangepast wordt, dat heeft hij ook niet uitgevonden. Stalin, die deed dat. Al zijn tegenstrevers die in de gulag verdwenen waren, hop! Die werden op de foto's gewoon weggegomd. Photoshop avant la lettre. In Triumf des Willens. Gun Dikke Reum, die in 34 een kopje kleiner gemaakt was. Het is te zeggen, een kogel in zijn dikke pens. Wel, die Dikke Reum, die in de film in de eerste versie voorkwam, in de tweede versie, in 1937, zaagde die niet meer in beeld. Dat men het verleden manipuleert om het heden te verantwoorden, dat is niet nieuw. Ten andere, wij zijn al lang 1984 voorbij. De eerste Macintosh is toen uitgekomen. Niet in jaren, maar ook in systemen. Wij dragen allemaal bij ons een kleine Big Brother. Daarmee kan de overheid ons ten alle tijden traceren, zelf als we het afzetten. En als we het afzetten, dan zijn we dubbel verdacht. Want dan vraagt de gedachtepolitie zich af, waarom heeft hij zijn telefoon afgezet? We dragen allemaal een elektronische leiband. Wij hebben allemaal onze eigen Big Brother in onze zak. We kopen die met ons eigen geld. We nemen die dag en nacht mee. We laden die op met elektriciteit dat geld kost. Dat is de natte droom van alle dictaturen. En de mensen doen dat en ze beseffen er meer wat privacy is. Waarom doen de mensen het? De mensen doen het omdat ze denken dat het gemakkelijk is. En uit sociale druk. Want zonder smartphone zijt je niks meer. Er bestaan geen telefooncabines meer. Als je een coronapas, een corona-ausweis moet hebben, dan moet dat op je smartphone staan. Ze vragen nu, als je iets gaat kopen, mag ik uw telefoonnummer hebben om uw reclame te kunnen sturen op uw smartphone? De bank. Vroeger konden daar nog papiertjes uithalen waar uw rekeningen uitreksel stonden. Dat is ook gedaan. Dat sturen ze op uw computer of op uw smartphone. Dus men dwingt de mensen op een weliswaar zachte manier, maar het is toch dwang, zich een elektronische leiband aan te schaffen. En het trieste is dat de meesten niet beseffen dat ze hun privacy opgeven aan de regering. Aan Vivaldi, aan Alexander de Croo, aan Frank van den Broeke. Opgelet. Hij gaat sterven aan corona. Maar wij zullen u levens redden. Stem voor ons en geef ons nog altijd veel geld. Dank u wel. Dank u wel voor deze 5 minuten haat. De volgende keer leren we u hoe een frigo werkt. Frigo, dat werkt niet. Want een frigo, dat is cool. Cool man. Yeah.